Ik zit hier tegenover John van Susteren en die heeft verstand van duurzame zwembaden. John, waar gaat het over? Duurzame zwembaden, ja klopt. We hebben het normale zwem-ABC en daar komt nu een nieuw diploma bij. Dat is het zwemdiploma D voor duurzaamheid. Dat kunnen zwembaden straks gaan halen en op die manier zijn ze energiezuiniger. Doordat ze enkele besparende maatregelen die op het diploma vermeld staan kunnen gaan toepassen. Enkele goede voorbeelden daarvan zijn dat ze bijvoorbeeld het zwembad af kunnen dekken zodat de warmte van het water niet verloren gaat in de lucht. Ze kunnen zorgen dat ze een betere housekeeping hebben door de temperatuur goed in de gaten te houden. En verder valt er veel energie terug te winnen in warmte terugwinning van alle soorten water die in het zwembad gebruikt gaan worden.